Oh, deze gasten moeten die bommen afleveren. Die explosieven. En zij willen natuurlijk die explosieven stelen. Oké, hier gaan we even een stokje voor steken, jongens. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe Nexomon. Vandaag gaan we afrekenen met bandieten. Want deze gasten, die denken dat ze alles kunnen maken. Maar nee, vriendelijke vrienden. Jullie gaan niet de explosieven stelen van deze gasten. En hij zegt, jij bent het kind van het weeshuis. We zoeken overal naar jou. En onze koning zal blij zijn. We hebben niet alleen deze bunker onder controle. We gaan ook het Tyrant-ei van jou stelen. Nou, dat zullen we nog wel eens zien, Mimatti. Oké, dit is wel een redelijk sterke Nexomon zo te zien, die Mellitrash. Die doet mij wel aardig pijntjes. Maar ik doe hem meer pijntjes. Hotseflats. Dikke doei. Dan Lukuma. Wat ben jij, een lelijke Nexomon? Maar tegelijkertijd vind ik lelijke Nexomon best wel tof eigenlijk. We gaan wisselen naar Vinok. Ja, hij is wel tof hoor. Super lelijke Lukuma. Maar ik hou ervan. En die is ook weg. Die had wel aardig wat klappen nodig. Oh, wow. Ecoloptera. Wat een zieke vleermuis. Orgot? Let's go, deze is voor jou. Hele zieke vleermuis, Nexomon. Ah, hij mist me twee keer, dat is lekker, daar hou ik van. Dan nu Lumpur. Die kunnen we ook kapot maken, ja, lekker. Orgot, die gaat ook wel lekker in mijn teampje hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat ik nu wel een aardig teampje bij elkaar gespaard heb. In de vorige aflevering ben ik een hele vette tegengekomen, namelijk Volt. Doe even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je die ook vet vindt. Kijk, dat is namelijk deze. Hij is nu denk ik nog niet goed genoeg, maar hij moet nog evolueren. Dat is ook wel weer een gestoorde hoor, deze Fantra. Man, man, man. Ja, oh, die gaat wel hard trouwens. Ik heb hem wel bevroren nu. Hopelijk kan ik hem kapot maken voordat hij weer leeft, zeg maar. Anders gaat Vinok dit niet overleven. We gaan nu eventjes naar Marasuda switchen. Hey. Wat ga jij doen? Ik weet niet wat hij deed. Volgens mij heeft hij iets geboost bij zichzelf, maar ik weet niet wat. Hij mist me echt de hele tijd. Wat een slechte Nexomon. Hij heeft me echt al 4 keer gemist of zo. Ik ben alleen wel paralyzed nu. Dat vind ik minder leuk. Hoppakee. Nu is die kapot. En dan de laatste. En dat is die Fantra. Ja, die is bevroren. En ik ben paralyzed. Dus we kunnen nu allebei niks doen. Nice. Oh, dat was wel een aardig hard klappie. Dat vind ik niet zo cool. Grifkar, wil jij het even overnemen voor het laatste stukje? Wow, die klap was zo hard. Wow, mijn Grifkar ging bijna in 1 keer kapot. Maar gelukkig leeft hij nog. En inderdaad, Bombogrof gaat een level omhoog. Maar ook Volt gaat een level omhoog. Ik ben heel benieuwd of hij nu gaat evolueren. En ook Grifkar gaat naar level 30. Lekker veel XP voor het hele team. Ja! Kijk, onze Volt gaat evolueren. Ik ben heel benieuwd waar hij in gaat veranderen. Want deze versie, deze evolutie vond ik heel cool. Oh, deze is ook wel cool. Vol Namek. Hij begint nu echt al op een vliegende elektrodraak te lijken. Heel cool. Ja, deze wil ik er wel in houden hoor. Deze is echt awesome. Volt is natuurlijk ook echt wel een Rikachu Nexomon met zijn elektriciteit. I love him. Ja, dude. Ik heb je verslagen. En Coco die zegt, vertel nu voor wie jij werkt. Ja, dat zijn ze alleen niet van plan zo te zien. Nee, ze gaan er weer vandoor. Nou, oké. Hallo, vriendelijke vrienden. Hoe gaat het nu met jullie? Zijn jullie nu weer blij? Je hebt ons gered, zegt Kingston. Is de stad oké? We hebben explosieven nodig, zodat Vidal de bunker kan opgraven. Ja, kijk, en we krijgen nu de explosieven van deze gasten. Dankjewel, man. Dankjewel. En we krijgen nog een extra cadeautje van ze, namelijk 2 water-nexotrappies. Dankjewel. Oké, en toen stonden we weer buiten. Dus even kijken of we nog meer dingetjes kunnen vinden hier. Wat is bijvoorbeeld hierboven? Kijk, shards voor leven! Lekker. En een plekje waar we kunnen healen. Dat is altijd fijn. En hier beneden is een deurtje. Waar zal die deur naartoe leiden? Nou, laten we eerst maar even terug naar de stad gaan. Oh, hier is er nog een meneer die met ons wil battelen. Laten we battelen. Misschien dat ik de evolutie van Volt nu eventjes kan gaan testen namelijk. Wow. Ook weer een hele vette Nexomon. Deze Navrigal. Wat een bazenvogel. Super cool. Hoppakee. En hij is down. Lekker gedaan, Bombegroffie. Even switchen naar Marasuma voor deze Stalakka. Ah, die Stalakka, die doet me wel pijn. Gras is blijkbaar niet super effectief tegen steen in deze game. Laten we even kijken wat mijn Grifkar kan doen tegen deze Bloomriol. Ja, Grifkar gaan hem pakken. Lekker Grifkar. Nice. GG. Ik kan alleen niet heel goed mijn Volt evolutie gaan testen. Daar heb ik nog niet echt de kans voor gehad tegen deze Nexomon. Nu wel. Nu wel. Alleen deze? Deze lijkt me best wel goed. Eens even kijken hoor. Ja, deze is wel sick. Ik weet niet of Volnem ik dit aan kan. Want Antarzan, de tegenstander, is ook 3 levels hoger. Let's go.
Ja, hij doet me best wel pijn. Maar ik heb hem paralyzed, ja. Ben ik nu sneller? Ja, hij is sowieso paralyzed. Hoppakee, ja. Deze volgende heb ik, die kan wel wat hoor. Oh, ik vind hem nu al heel tof. Maar Azuma gaat naar 28. Grifkar naar 31. En we gaan door. Door, terug naar de stad. Fidel, ik heb de explosieven die je nodig hebt. What up are the poppers? Coco die vraagt, waar is die bunker waar je naartoe gaat? Want ik denk dat wij daar ook even naartoe gaan. We moeten naar het westen. Niemand weet wie de bunker gemaakt heeft, maar hij is perfect, zegt Fidel. Oké, let's go. We gaan er naartoe. Wee, lekker over het ijs. Oké, we moeten hier dus even gaan zoeken. Wordt die guy nou aangevallen daar in zijn rug door de verschrikkelijke sneeuwman of zo? Kijk wie er achter hem staat daar. Dude. Gast. Gaat het goed daar? Ik kom eraan. Nou, kijk, het is hier echt super druk trouwens. Wat zijn al die mensen hier aan het doen? Oh. Oh, er is meer dan één verschrikkelijke sneeuwman. Let's go! We gaan ze helpen. Wegwezen met al die monsters. Ik moet alleen wel gelijk wisselen. Want Bombergroff gaat niet heel veel doen tegen deze Blistrongs. Vinok? Vinok, je gaat ze kapot maken, toch? Je gaat ze helemaal kapot maken. Oh my god. Hij is trouwens echt super sterk. Kijk dan. Hij heeft echt 277 HP. Dat is echt knijterveel. Kan ik hem bevriezen? Ik wil hem bevriezen. Ah, mijn Vinok wordt kapot gemaakt. Kom op, bevries hem. Het lukt niet. Ah, overleef het. Ah, ik mis. Oké, Grifkar, jij dan. Oh, maar hij doet mijn Grifkar ook pijn, hoor. Maar Howling Winds is als het goed is wel effectief tegen Blistrong. Ja, kijk, lekker. Die doet 34 damage. Dat is goed. Ik kan alleen niet heel veel healen, volgens mij. Ik kan 50 HP healen. Nou, dit... Oh, dit schiet wel op als hij me mist. Go, go, go. Hij mist me nog een keer. Lekker dit. Oh, dit gaat er dan toch opeens goed uitzien. Hij mist me weer. Wat is er met hem aan de hand? Heeft hij bier gedronken opeens of zo? Ik vind het wel Nexamon die bier drinkt, inderdaad. Daar lijkt hij wel op. Let's go, nog één klappie. Hoppakee. We konden deze trouwens niet vangen. Dus niet dat je denkt dat ik vergeet om hem te vangen. Het kon gewoon niet. Orgot gaat naar 28. En moet ik er nu nog drie verslaan of wat? Of gaan ze gewoon wegrennen? Oh nee, ik moet er nog meer verslaan. Ik denk niet dat dit goed gaat komen, jongens. Ik denk dat ik nu een probleem heb. Ik heb hem wel gepoisoned, dus dat is super chill. Mijn Marasuda gaat wel kapot, jongens. Die gaat het niet overleven. Die poison doet trouwens wel echt veel damage. Dat is heel nice. Kijk, die doet 28 damage. En dan gaan we gewoon drillen, jongens. Drillen die handel. Ah, dit gaat wel lukken. Dat was wel nice van die poison. Drillen. Nou hoop ik dat mijn absolute barrier nog werkt. Nee, hij doet precies een critical. Nee, Orgot is dood. Oké, Volnamic. Jij dan. Hoppakee. Hij heeft niet eens wat te doen. Maar hij krijgt nu wel lekker XP. En Bombergroff ook, man. Die krijgt 577. Hij heeft geen eens wat gedaan. Huh. Ze zijn weg, de verschrikkelijke sneeuwmannen. Hey, Fidel, yo. Fidel zegt, we moeten opschieten. Anders komen ze weer terug. En dan gaat het alsnog fout. We moeten daar naartoe. We moeten naar de bunker. Oké, mijn Nexamon zijn geheeld. Items zijn gekocht. En ik kom hier een Mario water Nexamon tegen. Hij zit in zo'n Mario-pijp. Waarom ben jij zo sterk? Dat vind ik niet chill. Kijk hoe harde klappen jij geeft. Beter vang ik je gewoon met een water Nexotrap. Pak hem. Ja, oké. Ik ben wel heel benieuwd waarin deze evolueert. Maar ja, ik heb al een hele goede water Nexomon. Oké, moeten we even hier naartoe? Of naar boven of naar links? Ik weet het niet. Is dit die bunker? Het ziet er wel aardig bunkerig uit, ja. Ik weet niet zeker of dit de plek is, hoor. Jongens, is dit de plek? Is dit de bunker die we gaan zoeken? Of misschien moeten we toch hier naar boven? Ja, kijk, dit is de plek waar we inderdaad naartoe moeten. Ze heeft al TNT klaargelegd voor de deur. Oftewel, de hele boel gaat keihard ontploffen. En Fidel zegt, dit moet een hele oude fabriek zijn. De mensen hier werkten vroeger aan een hele grote machine. Maar ik weet niet waarvoor. Maar we moeten dit gewoon laten ontploffen, zo te zien. Let's do this! Beam! Nou, dan gaan we maar naar binnen. Oh nee. Dit is weer zo'n zelfde fabriek, laboratorium, weet ik voor wat. En Fidel die zegt, nou, er is hier iets niet goed. Het ziet er hier heel anders uit dan de blueprints die ik had. Misschien leeft hier wel iemand. Wie gaan we hier vinden? Straks is Amelie gewoon hier, hè? Dat zou wat zijn. Hey, ik heb een Cosmic Charm. Oh, en hiermee heb je een grotere kans dat je Cosmic Nexomon gaat vinden. En dat zijn shinies. Dat zou wel even dik zijn, jongen. Als ze een shinietje tegenkomen. Oké, ik wil niet tegen jou vechten met een vuur Nexomon. Daar zit ik niet op te wachten. Want dat gaat natuurlijk helemaal niet goed, hè? Eens even kijken wat hier ligt. Een revive. Altijd chill. En we gaan erboven. Oh, althans, ik dacht dat.
Het lijkt alsof hier de hele boel gaat instorten of zo. Er gaat de alarm af. Oh nee. Een eerste lijn van verdediging wordt hier net naar ons toe gegooid. En dat is deze guy blijkbaar. Indringers. Dit is je laatste kans om te draaien en te vertrekken. En Coco die zegt, wat voor een robot? Zegt, piep boep, piep boep. Is het een robot? Hij zag er niet eens als een robot uit. Oh, oké, okay, dit is ook weer niet chill. Nu moet ik dus tegen een vuurnexomon. En daar heb ik een plant voor gezet. Ja, vuur verbrandt planten natuurlijk. Dus dat moeten we niet hebben. Dus ik ga toch maar weer voor Vinokkie. Maak hem kapot, jongen. Hoppa. Lekker. Nog een vuurnexomon. Molteno. Die is ook cool, zeg. Die is vet. Ziet eruit als een spookvulkaan of zo. Heel cool. Die is ook wel aan het proberen om mij te slopen. En dat lukt hem nog bijna ook. Maar net niet helemaal. En deze mist mij. Dus dat is chill. Dan ga ik hem met een scratch kapot maken. Want dat kost minder stamina. En dan hebben we hier weer de four tank. Ik denk wel dat ik mijn Nexomonnetjes moet gaan trainen. Molteno. Oké, die gaat wel lekker. Die gaat iets te lekker eigenlijk. Ik vind het niet zo chill dat ze zo lekker gaan hoor. Kijk, deze is ook weer aardig sterk man. Misschien dat Orgot er iets tegen kan gaan doen. Hoeveel zou Drill qua damage doen? 19. Ik ben wel sneller. Als het goed is moet dit lukken. Ja. Oké, we hebben deze eerste robot kapot gemaakt. En we krijgen echt superveel XP. Volnamic gaat een leveltje omhoog. Die wil een nieuwe skill neren. Ja, dat is helemaal top. Jij mag dit weghalen. Vinok gaat naar 32. Griffcar gaat naar 32. Die leert ook een nieuwe skill. Maar al mijn Nexomonnetjes die hebben nu al, pijn. Oh, wacht. Wat gebeurt er? Nee joh, dit is een stage 2, dit is zijn ultieme vorm, doe eens normaal! Ik dacht dat ik hem had, dat ik rustig kon gaan healen nu ofzo. Ah ja, dat is niet echt het geval. Ik hoop dat ik deze gast weer poison. Nee, ik poison hem niet. Marasuma heeft een probleempie, nu is hij wel gepoisoned, lekker. Gelukkig heb ik nu super potions gehaald jongens. Wat is dit dan joh, Groth, holy crap. Gooi maar lekker vuuraanvalletjes op zijn bakkes. Daar gaan we ook even een super potion voor Vinok gebruiken. Jemig. Maak hem kapot, deze supergrote vuurbeer, man. Ah, nee, ik mis hem. Ik mis hem. Oh, nee, dat is niet chill. Dat is niet chill. Oh, dit gaat bijna fout. Maar met de nadruk op bijna, het gaat net niet helemaal fout. Oh, nu tegen een Electronexo. Dan moeten we even terug naar Marasuma. Maak hem kapot, Marasuma. Kom op, je kan dit, je kan dit. Nou, ik weet al niet of die dit kan. Oh, ze switchen weer terug naar die beer. Nice, nice, nice. Helemaal top. Die beer is gepoisoned, dus dat is sowieso chill. En een bullet ziet er bovenop. Yeah, nice. Okay. Ik vond dit wel echt super weird, jongen. Opeens is hij geëvolueerd in een super grote robot of zo. Komt hij zijn stage 2. Oh, hij heeft er nog één. Nee. Ik dacht dat ik al klaar was, joh. Maar deze is voor Bomber Groff, want vuur is super effective tegen ghost types. So, let's go. Ik moet wel zeggen, hij sloopt mij wel de moeder. Het is niet normaal. Oké, die was gelukkig not effective. En nou ja, dat valt wel mee. We hebben hem, jongens. We hebben hem. Kijk die XP van Marasuma. 1937. Oh, Marasuma gaat 3 levels omhoog in 1 keer. Wat? 3 levels? Zo train je je Nexomon, jongens. Volnamic gaat naar 27. Vinok naar 33. Orgot 29. Heerlijk dit. Ben je nou klaar of ga je nou ook nog naar stage 3 of zo? Oké, hij is klaar. Gelukkig. En Fidel zegt van, nou, ik zou liever gewoon buiten willen zijn met tyrants. Nou, ik denk dat je daar ook niet heel erg blij van wordt hoor, Fidel. Alhoewel, die robots, die zijn ook wel aardig sick. Ik weet niet of ze in elke ruimte straks robots hebben, maar daar worden we dan niet blij van. Eens even kijken wat hier allemaal is. Hé, we hebben hier een Cruff. Deze vind ik ook wel badass hoor. Dit is wel ook een zieke Nexomon. Ja, het is dat ik al zo'n goede water Nexomon had. Want anders had ik deze sowieso in mijn team gedaan. Ik vind deze echt heel leuk. Deze soort van waterkrokodil. Kijk hem staan, jongen. Wat een badass. Kijk hem stoer doen, man. Echt heel leuk, deze. Okay, hier ligt een itempie, een fire nexo trappie. Ik vind trouwens echt ziek dat Marasuda gewoon in 1 keer 3 levels omhoog is gegaan. In 1 battle. Helemaal gestoord, joh. Oké, we gaan hier naartoe. Wat is dit nou weer, joh? Een sectok? Go get him, go get him. Ah, oh, jammer. We vangen hem in eerste instantie niet. Hopelijk in tweede instantie wel. Gast, doe eens even normaal, joh. Niet zo stoer doen tegen mij, hè. Kijk, dit bedoel ik. Nice. Sectok. Nou, geen idee of dit een goeie hoor. Dit vind ik een beetje niet zo bijzondere. Deze valt een beetje in de categorie Klefki of zo. Oké, we gaan hier naar boven. Hé, kijk, Fidel en Coco staan hier.
Wat staan jullie hier te doen? We krijgen een antivries. Nou, thanks. En hij heeft een mineral nexotrap gevonden. Nice. Thanks voor jullie hulp, gasten. Wow! En Netzer, die heeft superveel HP. 101 HP heeft deze. Ja, dat is ook weer insane, hoor. Ik heb geen electric trap. Dat is jammer. Anders had ik hem in mijn electric trap gegooid. Maar ik heb een beetje het idee dat ik al het allertofste team bij elkaar heb of zo nu. Dus ik zie niet heel veel reden meer om te wisselen van Nexomon. Ik ben benieuwd welke Nexomon jullie nog heel graag in mijn team zouden willen zien. Voor de mensen die weten welke Nexomon er allemaal zijn dan. Want ik weet het niet. Ik weet niet wat we allemaal gaan tegenkomen. Ik vind deze en Nacer in ieder geval best wel sick. En die sloopt mijn Marasuda gewoon bijna. Wil je even normaal doen alsjeblieft? Alsjeblieft, kom eens gewoon eventjes even normaal doen. Dank u wel. En we hebben er weer eentje bij. Lekker. Volgens mij is dat wel een goeie trouwens. Maar mijn Volnamic is gewoon veel stoerder. Ja, dan moeten we denk ik die deuren openen. Of niet? Ja, kijk. Oké, we hebben hier één deur geopend. En als we deze computer gebruiken, dan hebben we de tweede deur geopend. Hier hebben we de Lickitung met een donut om zijn buik. Nou, die moeten we ook maar even vangen. We vangen echt mega veel nieuwe Nexomon in deze aflevering. Heel cool. Hoppakee, deze is ook weer binnen. Nou, maar je gaat niet in het team. Jij bent wel echt lelijk. Oké, let's go. We gaan naar boven. Oh snap. Wat is dit? Wat is hier aan de hand? Wat gebeurt hier? Ik zie Atlas er bovenop staan. Wat betekent Atlas? Wat is dit? En een stem zegt, dit is de laatste hoop om de mensheid te redden. Nu is het tijd om Atlas te bevrijden. Wat is Atlas? Dat gaan we zien in de volgende aflevering, jongens. Doe weer een duimpje omhoog als je deze serie vet vindt. En vergeet sowieso niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je andere leuke filmpjes? Volg me op TikTok. @RickTalkTune. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel.